Hallo, ik ben Dini Sprakel. Ik ga jullie iets vertellen over het airbrushen met Copic markers. Om te kunnen airbrushen heb ik een machine nodig, een compressor genaamd. Die staat hier voor mij. Deze machine zuigt aan deze kant de lucht aan. De lucht wordt samengeperst in het apparaat, gaat via een drukregelaar hier naar het slangetje. En dan heb ik een speciale adapter nodig voor om met mijn Copic markers te kunnen werken. De adapter schroef ik hieronder vast aan de luchtslang. De samengeperste lucht wordt in dit houdertje bewaard totdat ik hem nodig heb. Ik stop hier bovenin mijn marker in, druk op het ventiel. Hier komt de lucht uit en die blaast langs mijn Copic marker. Dat zullen we straks nog zien. Gebruik ik de machine nu niet, dan wordt overtollige lucht wordt hier op deze plek naar buiten geblazen, zodat deze machine niet oververhit kan raken. En dat is een heel groot voordeel. Deze machine heeft ook een drukregelaar waarmee je de druk van de luchtstroom kan regelen. Die vind je hier op het apparaat. Achteraan zit een knopje waarmee ik de druk kan regelen. Om je dat te laten zien zal ik even de machine aanzetten. Je ziet dat de druk flink aan het oplopen is. Ik heb de machine nog niet ingesteld. Hij loopt door tot bijna 5 bar. Ik kan dus aan een knopje hier achteraan draaien en als ik de minkant pak, dan krijg ik dus minder luchtdruk. Ongeveer 50, oftewel 3,5 millibar gebruik ik voor de chow marker. Werk ik met de Sketch of the Original, dan mag die wat lager worden ingesteld. Ongeveer op 40 psi of 3 bar. Deze machine is tegen een introductieprijs te verkrijgen op www.hobbyhandigonlinewinkel.nl. Bij de machine krijgt u dan ook de adapterset voor de Copic markers en 2 markers gratis, waarmee u meteen aan de slag kunt. Dit zijn de 3 markers die we kunnen gebruiken voor het airbrushen. De vierkante Original, de ovale Sketch en de ronde Chow marker. Ik leg ze even neer om u te laten zien hoe we de marker in de grip plaatsen. Ik neem als eerste de vierkante Original marker. Ik plaats hem met de bijtelpunt naar voren. Duw hem in de set of in de grip. En u ziet hier dat de korte kant van de marker, van de bijtelpunt, die zit net ietsjes voorbij het puntje waar de lucht zometeen uitkomt. Hetzelfde gebeurt bij de sketchmarker. Alleen is die niet vierkant, maar ovaal. Ik zet hem op zijn korte kant. Ook hier weer de bijtelpunt. Gaan we nu verder en kijken we hoe dat zit met onze chowmarker. Dan ziet u dat we een probleem krijgen. De chowmarker is te klein voor deze grip. Daar hebben we als hobbyisten natuurlijk iets op bedacht. Ik neem daarvoor een stukje kneedgum. Ik heb het hier. Ik zal het nog even een beetje zacht maken. Ik plaats de kneedgum hier achter in de grip, duw hem goed naar beneden toe en hier overheen plaats ik weer met de bijtelpunt naar voren, korte kant naar beneden, mijn chowmarker. En u ziet dat de chowmarker op dezelfde manier hier voorbij mijn luchtstroompje zit. Ik wil nog even benadrukken dat met die kleine aanpassing je dus perfect kunt airbrushen met de Copic chowmarkers. Mijn advies is dus, ga heerlijk aan het airbrushen met je chows die je hebt. Mocht er een marker leeg zijn, vervang die dan voor een sketchmarker, want die heeft de dubbele hoeveelheid inkt. Wil je meteen aan de slag met de sketchmarkers? Bestel dan bij Hobbyhandig de starterset die ik voor hun heb samengesteld. Bij aankoop van de starterset krijg je een opberghoesje gratis. Voor het airbrushen gebruik ik meestal de korte kant van de bijtelpunt, deze hier. Maar experimenteer ook eens een keer met de lange kant. Draai dan de sketch andersom in je houder. Wat ook leuk is om te airbrushen met de penseelpunt, je krijgt dan een soort spettereffect. Ik ga nu voordoen op welke manier je de intensiteit van de inkt of de hoeveelheid inkt kunt bepalen. Daarvoor stop ik mijn sketchmarker in de houder. Ik zet mijn machine aan. Als je een grote afstand tot het papier hebt, dan krijg je, ik zal het hier even voordoen, krijg je een soort spray. Zie je, dan kun je kleine rondjes draaien voor een mooi egaal effect. Ga ik dichter naar mijn papier toe en druk ik intussen harder op het ventiel bovenop de houder, dan ziet u dat de kleur steeds intenser wordt. Dus ik kan de kleur bepalen op 2 manieren. De afstand van het papier en de hoeveelheid lucht die ik langs mijn marker laat stromen. Let bij het gebruik van schablonen goed op dat je deze vastzet of goed vasthoudt. Ik hou hem nu vast met een priknaald om te voorkomen dat mijn schabloon weggeblazen wordt door de lucht of dat er inkt onder mijn schabloon komt. Kijk, hij is prachtig geairbrushed. Ik heb jullie nu uitgelegd hoe airbrushen in zijn werk gaat. Maar wat kun je nu eigenlijk airbrushen? Daarvoor heb ik dit bord even gemaakt. En dan gaan we even kijken wat je kan doen. Hieronder zie je achtergrondvelletjes die gemaakt zijn met behulp van embossingschablonen die velen van jullie nog in huis zullen hebben liggen. Hierboven
is gebruik gemaakt van de mooie randponsen die op dit moment zo in zijn. Maar ook die kleine ponsjes, die bloemetjes, die blaadjes kun je gebruiken voor het maken van achtergrondvellen. Bij het screppen wordt gebruik gemaakt van maskers. En hieronder heb ik een heel mooi screpvel gemaakt met behulp van een effen geel vel, een masker. En hier zie je het prachtige nostalgische resultaat. Voor nog veel meer toepassing met het airbrush systeem heb ik deze vier mooie kaarten gemaakt. Die vind je in Hobbyhandig nummer 152. Ik laat nu wat toepassingen zien met de airbrush. In dit geval heb ik mijn tekst uitgestanst met de Nestability. Die zit vast op dit magneetvel wat hier op tafel ligt. Eerst ga ik van wat afstand spuiten om het middenstuk van mijn uitgestanste papier een beetje een kleur te geven. Wil ik de randjes wat donkerder maken, dan hou ik de houder iets anders vast. Zie je dat ik kantel hem? En nu ga ik wat dichter hier zo langs mijn randje. En op deze manier breng ik aan de buitenrand een donkere kleur groen aan. Ik zal hem eraf halen, dan kunt u het effect zien. Een andere toepassing is het maken van eigen achtergronden. In dit geval laat ik het zien met deze sneeuwvlokstans van de Nestabilities. Ik gebruik een uitgestand stukje papier, op deze manier. Ik spuit vrij hoog langs mijn stansje. Daarna ga ik naar de stans zelf en dan spuit ik hem wat lager, want dan wil ik wat donkere kleur hebben. Op deze manier heb ik mijn eigen achtergrondje gemaakt. Ik zal je nu laten zien hoe je mooie achtergronden maakt voor je stempelplaatjes. Ik ga voor dit stempelplaatje een mooie achtergrond maken. Daarvoor heb ik een wolkje geknipt, de vorm van een wolkje. Dat leg ik hier bovenaan neer. En dan ga ik nu met mijn airbrush overheen. Verplaats hem, zodat ik een echte wolkenpartij kan maken. Ik zorg dus dat mijn inkt aan de rand van deze wolkenpartij komt. Dan ga ik de ondergrond maken. Ik ga dus een soort bodem creëren. Daarvoor heb ik een stukje papier gewoon een paar bergjes ingescheurd. Ik leg hem neer. Ik ga hier ook op deze manier met mijn airbrush langs. De deel daartussen, dat zal het gras zijn, dus dat maken we een beetje groen. Dat doe ik op een beetje afstand, want ik wil het niet te zwaar aangezet hebben hier. Dus ik maak het hier een beetje groen. En in 3D zet ik nu het kerstvrouwtje hierop. Bij het plaatje wat ik net heb gemaakt, dat is ongeveer dit, zie je dat ik een tweede mal erachter wil hebben. Maar bij veel van deze labelmallen zit een erg groot verschil. Dat ga ik op deze manier oplossen door dus die tweede mal, die tweede maat, de binnenrand daarvan te airbrushen. Dat is deze. Ik zal het je laten zien. Het enige wat ik nu hoef te doen is de inkt aan te brengen. Kleine ronddraaiende bewegingen. Deze inkt is trouwens onmiddellijk droog. En als ik klaar ben, dan kan ik hem eraf halen. En dan vlekte ik niet meer. Ik hoef alleen maar aan de buitenranden wat te hebben. De rest, dat zien we niet, want dan plakken we zo het andere plaatje op. En dan heb ik een plaatje, een roze labeltje met weer een wit randje. Nu laat ik je iets zien wat nog een stapje verder gaat. Stel dat ik mijn plaatje dus niet in 3D wil aanbrengen, dan kleur ik eerst mijn plaatje in en dan ga ik gebruik maken van een maskertje. Om dat te maken doe je het volgende. Je stempelt nog een keertje je plaatje, je knipt hem netjes uit en dan gebruik je deze lijm, de two-way glue. Daarmee lijm je de achterkant in, je laat het goed drogen en met deze lijm kan ik steeds maar weer vastplakken en ik kan hem weer afhalen. Dat is heel erg gemakkelijk bij deze techniek. Ik leg mijn maskertje op het gestempelde kerstjongetje in dit geval, zodat hij goed dus mijn afbeelding bedekt. Want ik ga daar overheen zometeen met de airbrush mijn kleur aanbrengen. En ik mag nu rustig over mijn kerstjongetje heen spuiten. De eerste keer dan denk je, oh. Maar als we hem zo afhalen, zult u zien dat het jongetje zijn oorspronkelijke kleur behouden heeft. Dit is het resultaat. Ik zal het masker eens afhalen. En dan kunt u zien dat hij prachtig van kleur is gebleven. Ik haal ook de mal eraf. En zo heb ik het stempelplaatje op deze manier een prachtige achtergrond gegeven. Naast het airbrushje op papier kan je ook perfect airbrushen op allerlei andere materialen. Embellishment voor je kaarten koop je voortaan in het wit of in het crème kleur en je brengt ze zelf op kleur. Ik laat het hier even zien met dit roosje. Kijk eens hoe snel ik een wit roosje omtover tot een prachtig cyclaamkleurige roos. Ik heb hier, laat hem even hier liggen, ik heb hier een witte knoop. Deze witte knoop wordt een cyclaamkleurige knoop. In kwestie van seconden. Ik heb hier een metalen ring. Ook deze geef ik heel snel
de juiste kleur, passend bij mijn kaart. Wat dacht u van het stukje lint wat ik hier heb liggen? Ook dat kan ik de kleur geven die ik zelf wil. Ik zal hier een stukje bewerken. Kijk. Om de mallen en de ondergronden en andere dingen die je gebruikt hebt na het airbrushen schoon te maken, kun je de stazoncleaner of de desinfecterende handshell gebruiken. Handshell gebruik ik ook om mijn handen schoon te maken. Ik breng de stazoncleaner aan op de ondergrond of op mijn mal in dit geval. En ik wrijf op deze manier schoon met keukenrol. Ook mijn magneetvel maak ik schoon met stazoncleaner. Ik heb jullie nu allerlei mogelijkheden laten zien met het airbrushen. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan beleven.